mensen van Intergamers High Quality. En vandaag nemen wij een nieuwe game op, genaamd Game Dev Tycoon. Ik had deze game al, die zag ik op Steam staan. Dat was speciaal. Ik heb een beetje rondgekeken. Het leek mij gewoon een hele leuke game. En ik dacht, ja, die ga ik gewoon let's playen. En ja, deze game gaat eigenlijk over je beginnende garage, zoals je hier ook op de achtergrond ziet. Ja, dat begin je natuurlijk. Begin je gewoon met een simpel computer, met een heel oud computertje, begin je games te maken. En dan ga je veel verder op laten. Maar dat komen we allemaal vanzelf tegen. Welkom bij Game Dev Tycoon. In dit bedrijfssimulatie ben je teruggezet in de tijd om je eigen gameontwikkelingsbedrijf op te zetten. Juist aan het begin van deze PC-revolutie. In de volgende 35 jaar kun je je eigen droombedrijf bouwen. De bestverdienende games maken, fans vergaren en de leider van de morgen worden. En dat klinkt ambitieus. Voordat je aan jouw avontuur kan beginnen, zul je eerst een naam moeten aangeven aan jouw gloednieuwe bedrijf. Oké, onze bedrijfsnaam gaat natuurlijk Intergamers HQ. Oftewel Intergamers High Quality. Mijn playername is gehad X-Pro Niels. Ik vind dat wel goed. Alleen gaan we hier even iets aanpassen. En dat doe ik eventjes speciaal voor YouTube. 30 jaar. Dan komen alle consoles er maar sneller uit. Dus dan hebben we meer te doen in de aflevering. Ja, dit is allemaal goed. En ik heb je voor opgenomen. Dus en dat ging niet super. Nou, wat kunnen wij nu doen? We klikken op de linkermuisknop en dan kun je op ontwikkel een nieuwe game. Maar dan gaan we even kijken, hoe gaan we die nieuwe game doen? Dan gaan we meteen de Easter Egg laten zien. De Easter Egg is namelijk dat het Pong is. En kijken welke thema's we hebben. Dat is altijd natuurlijk een verrassing. Kies een thema. Hebben ritme, ruimte, vampier en mysterie. Eens even kijken. Ik vind mysterie gaan we denk ik wel mee verder. Want dat lijkt mij op zich wel een leuke game mode. En ik denk dat je ook bij mysterie het beste adventure, oftewel avontuur, kan gebruiken. Ja, beste avontuur. En dit zijn eigenlijk dingen, maar ik weet dat die bovenste, deze hier, de G64 moet ik zeggen, die heeft nu wel even meer marktaandeel, maar die gaat er later uit. Dus ik doe het lekker op de PC. Als we naar Pong doen, doen we op volgende. Dan gaan we op tweede graphics, op tekst gebaseerd, dat is natuurlijk niet leuk. Dan krijg je een soort bandietjas of dat soort dingen. Dus ja, dat vind ik gewoon geen leuk spellen. Beginontwikkeling. Dat vind ik gewoon geen leuke spellen. Maar gaan we kijken. Mysterie en avontuur. Dan. Ik vind verhaallijnen bij avontuurlijke spellen wel belangrijk. En de rest eigenlijk helemaal niet. Want dit is ook maar onze eerste game. Is Angel of niet zo spectaculair te zijn. En dan zien jullie hier. Probeer bubbeltjes krijgen. De bugs bubbeltjes zijn iets minder. Maar die rest is gewoon allemaal goed. Vooral onderzoekspunten. Dat hebben we daar heel erg hard nodig. Dan gaat dit allemaal. Level design is ook wel goed. En de AI. Ook al maar heel weinig. Heel weinig. Dan zien jullie dat we punten krijgen voor design. Ik wijs het allemaal met mijn vinger, maar dat zien jullie niet. Punten krijgen voor design, technology en onderzoek. En bugs hebben we gelukkig nog niet erbij gekregen meer. Deze world design. Vind ik dat hier wel hoger kan. Grafisch ook iets. En het geluid kan vrijwel bijna omlaag. Want bij een avontuurgame. Ja, ik speel persoonlijk games heel vaak gewoon. Het geluid bijna op zijn laagst. En kijk, zoals jullie zien, daar de Easter Egg. Dat is gewoon Pong in spelen op achtergrond, mensen. Dus ik vind het gewoon echt geweldig. Gewoon, super. Nou, we gaan het voltooien. Alle bugs zijn eruit gehaald. En dan zien we hier het scherm wat we allemaal hebben. Hier zien we allemaal dingen staan. En dan kunnen we ook level urban raken. Nou, we hebben hier nog altijd alles level 1. Dit zal ik later nog wel uitleggen. Game uitbrengen, mensen. Dan gaan we kijken wat ze ervan vinden. Ik hoop dat het echt onze eerste game. En dan ook meteen goede reviews. Maar ik denk het niet. We gaan er nu achter komen. Oh, ik zie 10 voorbij komen. Langs flitsen. Oh, een 8. Dat is zeker goed. En een 7. Nice. En nog een 8. Wauw. We hebben dagenlang gespeeld. Dat is zeker een goed compliment voor een game. Een 8, een 7 en een 8 en een 8. Dat is zeker niet verkeerd. En dan gaan we hier, Intergamers HQ, een nieuwkomer in de computerspelindustrie, heeft zijn eerste game Pong uitgebracht. De game ontving gunstige recensies. Met een dergelijke goede start zal Intergamers HQ snel fans vergaren. Dan zien we dadelijk, hier zien we hoe vaak het verkocht gaat worden. Oh damn. Nummer 20 in de top 100. Dat is zeker niet. Dat is zeker niet verkeerd. En 56 fans erbij. Holy damn, we gaan money making. We zijn met 70 gestart. Oh, een verkooprecord. Meer dan 10.000 exemplaren. Dus dat is een belangrijke mijlpaal voor Intergamers High Quality.
Ja, dit is zeker niet verkeerd. En dan gaan we een game rapport genereren. Selecteer. Nu zien jullie tot wat we hier gaan leren van de fouten die we gemaakt hebben. Er komen onderzoekspunten bij. Zie je dat daar dadelijk? Ik zie daar een bubbeltje naartoe gaan. En maar op, ja, zie je, daar komt een bubbeltje met 2 punten. Dan zijn we er 18 bij. Nog iets? Ja, wow, met 4. We hebben 32 punten. Nice, nice. Nou, dit is allemaal goed wat we precies goed hebben gedaan. Dus ja, ik vind het geweldig. Onderzoek, kunnen we daar nog iets doen? Aangepaste game engine kunnen we niet doen. Dus dan gaan we maar weer een nieuwe game maken. Eens kijken, wat voor een game zullen wij maken? Wat voor een thema's hebben wij? We hebben ritme, ruimte en andere dingen. Maar ruimte vind ik op zich wel leuk, maar ik moet meer een simulatie game gaan maken. Ja, wat zouden wij gaan doen? Wat zullen we doen? Een papieren game kunnen we ook maken. Of dat zo goed aanslaat, dat zou ik eigenlijk echt niet weten. Als we hier deze papieren game zouden maken. Nou, zullen we het maar gewoon opwagen? Een papieren game. Even kijken hoe ze gaan we niet noemen. Een vampieren game. Waarschijnlijk een beetje actie. Oh, oh wat klinkt nou ritme aan? Wat was nou dat? Vampieren game actie. Vampire Z. Ik vind het goed. Kiesblad van PC natuurlijk weer. Volgende. 2D graphics. Oké, mensen. Wij gaan weer verder met die game ontwikkelen helemaal. Action game, dat vind ik. Engine, wel belangrijk. Want er moeten heel veel dingen goed geladen kunnen worden. En gameplay is eigenlijk ook belangrijk. En er zit geen verhaal of quest in game, maar bij een Call of Duty of zo. Dat is ook een soort action-shooter game. En dan heb je ook niet echt zo'n verhaallijn. Ja, nu zegt het wel dat ik die meer ja, markt begint te krijgen. Maar later stort het gewoon helemaal in. Trek ze de stekker eruit. Geloof mij maar. Eens kijken, we gaan level designing vind ik al ja, erg belangrijk, niet dat er echt dadelijk ergens bugs zitten. En AI vind ik ook heel erg belangrijk. Ik leg het nog later in de volgende aflevering uit. Pongers van de markt, oké. Okay. We hebben natuurlijk wel aardig wat flinke money verdiend daar. Er komt iets binnen op Skype. Sorry, ik ben snel afgeleid. Geluid. Mwa, bij een actiegame, want ik luister ook vaak, als ik bijvoorbeeld actiegame speel, luister ik wel vaak naar het geluid, als een shooter game, dan hoor ik wel of ze van links of van rechts komen, dat soort dingen. Tenminste, als je goed geluid hebt, dit is gewoon simpel, saai geluid. Hier zie je dat de bugs nog worden verholpen, 3 bugs, nog 2 bugs, nog 1 bug, en de bugs zijn opgelost. Ik zeg, voltooien. Ja, dat is allemaal codenamen gebruikt, maar ja, ik denk niet dat ik deze ga pakken. Ja, er is weer een game klaar. Er is gewoon alweer een game klaar. Nou, ik zag gewoon uitbrengen, want voor de rest kunnen we er toch niet veel aan veranderen. Ja, we kunnen de namen veranderen, maar of dat nou zo'n super idee is. Mwah. Oké, ga ik kijken of Vampires die goed gescoord heeft. Ik zag een 10 voorbij komen, ik denk, ja, 8. Dat is redelijk voor een beginning game. 8, nice. Nog een 8, nice. Nog een 8. En een 9, wauw, dit is best, ja. Nee, het is gewoon echt chill. Dan gaan we hier de verkoopcijfers kijken. Oh, dit is echt chill. Rating 10. Oh my god. Het gaat gewoon op rating 10, mensen, dat is gewoon... Wauw. Dit is gewoon supergoed. Dan gaan we nu eventjes een game rapport genereren. Waardoor ook weer meer. Ja. Dat is de. Die console die. Hoe heet die nou? Ja, Nintendo of zoiets. Een codenaam in ieder geval voor Nintendo. Omdat Nintendo heel erg bitchy is met copyright. Ja, maar klopt. Oké, wij gaan. Eens even kijken. Kunnen wij al een nieuw engine? Nee, dat kunnen wij nog niet. Dan gaan we nog 1 nieuwe game maken. En dat die game wordt een ruimte, denk ik, nee, een, ja, een ruimte simulator, denk ik. Zou dat leuk zijn, een ruimte simulator?
Ja. Ik zeg ruimte simulatie. Het platform PC weer. En het wordt dan Spaceman. Oh my god. Spaceman. Ik vind het goed. Volgende. Ja, 2D graphics. Ik vind engine moi. Gameplay vind ik wel heel belangrijk bij simulatie. Want het is niet echt super... Ja, het hoeft er niet super perfect uit te zien. Als alles maar wel echt herkenbaar is. En als je het maar goed smooth een beetje kunt spelen. Dat je geen lag hebt, want er is geen simulatie aan. Ja, dus tot het van de Mario is. We hebben flink wat money al. Ik vind dat we het nog goed doen. Wat zullen we hier eens bij gaan doen? Ja, daar was die iets omhoog. Ik vind het wel... Maar redelijk goed. Maar als jullie altijd vragen hebben, ik ja, zet hem in de comments of tweet die naar @intergamershq. Ik reageer op bijna al jullie vragen. Of het moet echt van die hele belachelijke vragen zijn, maar dat zullen jullie dan wel vanzelf horen, denk ik. Als het erg belachelijke vragen zijn. Ja, dit zit allemaal wel goed. Dit zetten we iets omhoog. Iets, ja. Dan gaan we de wereld of de game genereren. Oké, op voltooien nu, hè. Oh nee, even alle bugs eruit halen. Gewoon ergens punten voor design. Ja, test, daar gaan we niet open. Daar gaan we niks op doen. En nog eentje voor technology. Oké, mensen. De verdiende ervaring. Een nieuw record. We hebben een nieuw record gehaald. Dit is zeker niet verkeerd. Oeh, en bijna alles. Ja, er zit een... eentje is level up. Grafisch zijn we level up. Dat is zeker niet verkeerd. En dan gaan we kijken tot de recensies komen. Ja, de game recensie. Ik hoop het deze positief zou zijn. Ik weet het niet zeker. Kom op. Ben voldoende. Ja, een 7. Niet verkeerd. Nice. Een 9. Nice, nice. Een 7. Nice. Niet verkeerd, niet verkeerd. Een 8. Nou, dat is zeker niet verkeerd. We gaan hier eventjes een... Oh, een... Even laten gaan. Zo, dan hebben we al iets meer data om dit rapport te genereren. Nou, dan gaan we hier eventjes een paar contracten uit. Dat weten we al, dat weet ik allemaal. Laat ik later uit. In de volgende aflevering, mensen. Ja, dit is dan. In de volgende aflevering lijkt het allemaal uit. Oké, ik zeg abonneer op Intergamers High Quality. Laat een like achter als je deze video leuk vond. Comment je vragen of gewoon suggesties of namen voor engines en games. Want het is voor mij altijd lastig om wat te hebben te verzinnen. Volg ons op Twitter @intergamershq. En dan zie ik jullie graag de volgende keer.